Hallo, fijn dat je hier rijtjes. We zijn weer verder gegaan met het motorblok. En de waterpomp is lek. Nou, al gaande zie je toch vuil eruit komen. Vloeistof. Die komt ook erg makkelijk los. Hij is wel erg verroest. Die zit inderdaad vast. Dat zegt nog niks. Wat ik ook weet is dat het koelsysteem met water heeft gelopen. Die komt los. Wat vuiligheid ermee. Ja. Ja, natuurlijk mol ik alles zo, maar deze komt wel heel makkelijk los. Ik ben ervan overtuigd dat hier al wat los zat. En er zit wel vloeistof aan de binnenkant, dat is voor mij overtuiging. Ja, helaas, dat kan ik u niet laten zien. Hoe moet ik dat nou laten zien? Even kijken. De binnenrand zit vloeistof, daar hoort geen vloeistof te zitten. De buitenrand wel. Kijk, dat rubber zie je tegen de binnenas aanduwen en dan komt de vloeistof omhoog. Ja, het is moeilijk uitleggen, maar daar zie je een stukje ijzer en dat rubber zit eromheen en daartussen moet het droog zijn en er zit al vloeistof, dus dat deze is inderdaad lek en daar komt het koelvloeistof uitzetten. En dan kun je zeggen, ja, waarom repareer je hem niet? Ja, dat is allemaal leuk, maar als die man op een gegeven moment denkt de motorblok gerepareerd en die gaat die man ermee rijden en na 200 km zegt de koelvloeistof eruit, ja, hoe zou jij reageren dan? Dus ik wilde toch hebben dat hij dat wist. Even kijken, is alles los? Ga ik even kijken. Kan ik nog wat anders voor jullie laten zien? Ja, misschien wel. Even wat meer afstand nemen. Misschien dat jullie net zo een beetje mee kunnen kijken. Oeh. Als het goed is, is de achterdeksel los. Met de rotzooi van je waterpomp. Gaan we even een beitel pakken. Eens even kijken. Nooit in het midden, altijd bij een bout. Mocht je dan wat verneuken, dan heb je aan de buitenkant van het blok schade en niet aan de binnenkant. Even kijken. Even aan die kant. Let op, ik kan het niet heel goed zien met mijn duim. Druk ik het schakelpookje naar binnen toe. Dat is het enige waar ik me op concentreer. Dat mijn duim dat schakelpookje naar binnen blijft duwen. En dan komt hij eraf. Zo. Klaar. En dan kunnen we de achterdeksel, de waterpomp, gaan vervangen. Zich is die nog niet zo slecht. En die moeten we gaan vervangen. Kijken. Ja, nat. Nat. Oké, dan weten we genoeg. We gaan hem vervangen. Ik weet niet of ik dat nog film. Ik ga het eerst de boel schoonmaken, dat is van belang. En verder kijken wat ik nog tegenkom. Tot ziens.